Lockdownmaatregelen zijn in Oost-Suriname niet versoepeld. Dit haalde vicepresident Ashwin Adin gisteren aan in zijn toespraak in zake de aanpassing van de COVID-19-maatregelen. Het onderwijsproces dat vandaag hervat is voor examenkandidaten geldt dus ook niet voor de scholen in het oosten. De vicepresident haalde verder aan dat er in het oosten namelijk een zogenaamde hotzone toeneemt. De VP verklaarde dat hotzones gebieden zijn waar er een explosieve groei van besmette COVID-19 gevallen is. Is een hotzone vanwege een groei van cases op diverse locaties aan deze grens. Als ook vanwege de sterke stijging van besmette gevallen aan de Franse zijde. Om verdere verspreiding in deze hotzone te voorkomen, blijven de maatregelen ongewijzigd van kracht. Ik benadruk dat er dus geen aanpassingen komen in de hotzone Oost-Suriname. Dit geldt voor alle dorpen in het grensgebied in Oost-Suriname. Ook scholen in Oost-Suriname blijven gesloten. Ook het binnenlands verkeer van en naar Oost-Suriname zal per direct afgesloten worden voor het gebied Stoelmanseiland tot en met Antonio de Brinco. Verder wil ik hierbij nogmaals benadrukken dat oversteken van en naar de buurlanden verboden is. De grenzen blijven gesloten. Verder haalde Adin aan dat we als gemeenschap het COVID-19-virus alleen kunnen overwinnen als een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent. Daarom blijft het nemen van voorzorgsmaatregelen belangrijk, benadrukt Adin. Rest mij om u nogmaals op het hart te drukken om voor uzelf en uw medeburgers te zorgen. Eet u zo gezond mogelijk door verse groenten en fruit te eten en veel water te drinken. Draag een mond- en neusbedekking wanneer u uit huis gaat. Was regelmatig uw handen en houd 1,5 meter afstand van anderen. Laten wij alle de COVID-19 patiënten meenemen in onze gebeden en hen een spoedig herstel toewensen. Vicepresident Ashwin Adin, die gisteren onder meer aanhaalde dat de hotzone in het oosten van ons land aan het toenemen is.